In de tweede speelronde van de beloftecompetitie staat er al meteen een topper op het programma voor Jong PSV. Want in Hengelo nemen de mannen van Marco Roelofsen het op tegen landskampioen en winnaar van de Supercup Jong FC Twente. En beide ploegen spelen met een team dat niet zou misstaan in de eredivisie. Hier van Ooyen met de bal op Memphis Depay. Het schot van Depay en de redding van Filip Bednarek, de goalie van Jong FC Twente. Veel bekende namen op het veld daar in Hengelo. Bij FC Twente onder andere Tim Cornelissen, Peter Wischerof, maar ook Wesley Verhoek, Luc Castagnos en Danny Landsaat. En bij PSV ziet u onder andere Timothy de Rijk lopen, maar ook Boy Waterman en Orlando Engelaar. Hier de eerste kans voor FC Twente en die is voor Danny Landsaat. Komt net te kort. En dus zo ook de eerste kans voor de belofte van FC Twente verkeken. Maar het in grote getale opgekomen publiek ziet in die eerste helft een ontzettend leuke wedstrijd. Verhoek, prima paas op Luc Castagnos. Grote kans voor Castagnos, prima redding van Boy Waterman. En zo had Luc Castagnos hier zijn ploeg op 1-0 kunnen en misschien wel moeten zetten. Depay. Veel aanvallen van Jong PSV gingen over de linkerkant via Memphis Depay en daar via Marcel Rietsmaier. De voorzet van de Oostenrijker. Waar is Jurgen Locadia? Daar is hij, het schot van de spits in de handen van Bednarek. Maakte er vorige week 3 Jurgen Locadia in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En ook FC Twente won de eerste wedstrijd van de competitie met 4-1 van Vitesse AGOVV. In de tweede helft de hoekschop van Depay. De afgeslagen bal is voor Timothy de Rijk. Het schot daar van Schouw op het lichaam van Zanka, van Ooyen dan nog. En daar Locadia met de 1-0. Maar u hoort het fluitje van scheidsrechter Mulder. Locadia stond buitenspel. Dan zullen we eens even kijken. Dat moet dan hier zijn op het schot van Ooyen. Ja, Locadia staat inderdaad buitenspel en het doelpunt dus terecht afgekeurd. Hier Patrick Kluivert, trainer van Jong FC Twente. En die ziet hier dat zijn verdediging in de fout gaat. En Elvio van Overbeek profiteert. Doelman Bednarek en aanvoerder Niels Rosseler van FC Twente kijken naar elkaar. Ze doen allebei niks. En als een duveltje uit een doosje is daar Elvio van Overbeek. Hij profiteert. En met een heel bekwaam stiftje zet hij Jong PSV op 1-0. FC Twente dan weer via Wesley Verhoek. Levert de bal in bij Thomas Horsten. En die ziet Locadia vertrekken. De paas is uitstekend. Jurgen Locadia gaat hij voor de 2-0. Locadia, het schot, de treffer. Ja, zo'n kans moet je Jurgen Locadia natuurlijk niet geven. 2-0 voor Jong PSV. En doelpunt nummer 4 alweer deze competitie voor Jurgen Locadia. Loopt niet langer door dan nodig is. Schiet en scoort. En zo scoort Jong PSV in 2 minuten tijd 2 maal en lijkt de wedstrijd beslist. Twente via Gutierrez en dit is invaller Tjusen. Scoorde vorig jaar 2 keer namens FC Twente in de met 3-2 gewonnen wedstrijd. Dit schot is een prooi voor Boy Waterman. In de slotfase. Engbrink verwerkt deze bal niet goed. Depay kan weg. Prachtig meegenomen die bal. Nu ook nog een goede voorzet, Depay. Locadia niet achterin. Bakali voor de derde voor PSV. Nee, hij treft de paal. Maar PSV wint wel knap in Hengelo met 2-0 van FC Twente. Heracles Almelo wint ook de tweede wedstrijd van het seizoen met 3-0 van FC Den Bosch. En onderaan nog wat opmerkelijke uitslagen van de maandagavond. Ajax en Groningen spelen gelijk. Feyenoord haalt uit. En Heerenveen en de Graafschap winnen van respectievelijk NEC, FC Os en AZ. Dan de stand. PSV en Heracles allebei nog zonder puntverlies in Pool C van de beloftecompetitie. PSV maakte er 9 in 2 wedstrijden. Heracles Almelo kwam tot 5 treffers. Dan de topscorers van PSV. Jurgen Locadia maakte er 4 en staat daarmee helemaal alleen bovenaan. Elvio van Overbeek maakte zijn eerste.